It's all I wanna do. Welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chess. En vandaag spelen we potje Team Damage op de map Combine. Echt een van de favoriete maps van mij op dit moment in Black Ops 3 natuurlijk. Want in de beta was deze map echt... Echt serieus, deze map was echt niet normaal chill gewoon. Hier had ik ook toen ik dus echt zo'n dikke streak op gehad in de beta in ieder geval. Maar we gaan kijken wat we nu mee kunnen gaan doen. We gaan weer spelen met de CUDA. En ja, we gaan gewoon proberen even deze enemies... een poepie te laten ruiken, zoals ze dat zeggen. Ik speel met de Long Barrel Grip en Extended Max versie CUDA natuurlijk. En met de Ardent Camo geloof ik heet. Want ik vind het echt een sick mooie camo. En tja. We gaan kijken of deze enemy, zoals ik al zei, een poepie kunnen laten ruiken. En ik ga je als eerst dood. Ja, tuurlijk. Ik ga je als eerst dood. Chester gaat altijd dood in het begin. Daarom moeten we deze enemies even gaan pakken. Ik voel het, jongens. We kunnen het. We kunnen het. Mijn span is hier nog. Rechts van me. Holy shit, mijn aimdo. Oh, dat is een teammate. Sorry, teammate. Wow, hij heeft natuurlijk een fucking man of war. Kak. Hij heeft een man of war en ik een SMG. Ja, wat wil ik dan? Ik heb wel een long barrel. Maar zover kan ik dan ook weer net niet schieten natuurlijk. We willen gewoon als doel proberen dit potje te winnen. Fuck off. Teammate, pak jij maar. Lekker. Thanks, thanks, thanks. En hij spant daar gewoon. Hij spant daar gewoon. Hé, hey, lekker Call of Duty. Goed gedaan om hem daar te laten spannen. Hele logische span ook. En hij ligt daar gewoon nog steeds campen met zijn man o' war. Kom jongens, we moeten even een beetje beter gaan. Even die concentratie aangooien. Ja, maar joh, jij turnt mij nou niet. Niet nu. Ik heb nog maar 10 kogels over. Ik weet niet of de enemies ook een UAV hebben. Ik hoop het niet. Niet daar gaan, want daar worden we sowieso opgewacht. Wauw! Zit hij nou serieus daar te campen? Oh, hij komt gelukkig net uit dat hoekje springen. Als ik dacht dat hij daar in dat hoekje, laat me zeggen, bij die planten zat te campen. Als dat zo was, jongen. Oh. Dat soort mensen zijn zo irritant in deze game. Gewoon die dan... Wacht hoor. Ja, de 3 man zat voor me. En ook nog 1 achter me, 4 man in totaal. We gaan gewoon nu niet voor een score spelen, we gaan voor de win spelen. Want deze enemy spelen zo, die zien ook wel aardig snel door. Even snel proberen wat kills binnen te slepen natuurlijk. Juist, zo doen we dat. Oh, gravity spikes. Waarom spring je nou net niet te ver dat hij daarachter langs sprong, jongen? Er staat maar 1 kill voor. 1 kill maar. We moeten dit gewoon winnen, jongens. Oké, okay, span hier niet meer. Span aan de andere kant van de map. Laat maar even deze VMP als reservewapen oppakken. Wauw, hij staat achter die kutrots. Oh, daar heb ik zo'n hekel aan als mensen dat doen. Altijd zo'n kutrotjes aan te schuilen, man. Let's go. Oké, okay, wacht even. Laat me even deze man of war pakken. Dan kan ik even wat langer... ...rentjes oppakken. Hostile UAV spotted. Battle is ours to lose. Don't. Be advised. Hostile counter UAV is online. Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Ik ga het niet challengen, ik ga het niet challengen. Het zit al in onze rug.
Ik word gestunt! Ik word gestunt! Dan kan ik toch niet met die kut annihilator waar je maar één fucking buttplug uitschiet. Let's go, we staan nu wel iets meer voor. Moet ik nog twee kus maken? Kom op, teammates. We can do this. Ik pleur naar beneden! Wauw. Als dit gebeurt om een 29 streak of iets, hè, op deze map, dan ga ik dus echt nooit op zo'n wall rennen. Want dan zal je maar zien dat ik gewoon van die ding afglijd natuurlijk. Maar we hebben dit potje gewoon gewonnen met 4 kills, terwijl we heel dit potje gelijk opgingen. 24-10 is ons eindscore, gewoon relaxed. Dus, mocht je deze video natuurlijk genoten hebben, laat even je blauw duimpje omhoog achter natuurlijk, helpt mij enorm. Als we de 60 likes kunnen halen, zal het helemaal blij, toppie en alles erop en eraan zijn. Dus, bedankt voor het kijken naar deze video jongens. En dan zie ik jullie bij een van de volgende video's. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer mensen. Later!